Goedemorgen. Hi. Alles goed? Welkom in een mooie Zuid-Limburg. Dank u, dank u. Limburg heeft superveel te bieden op culinair gebied. En ook hele mooie wijngaarden hebben we hier in Zuid-Limburg, wat we weer gaan laten zien. Fijn. We gaan je perfect stukje lam laten proeven vandaag. Graag, daar heb ik altijd zin in. Top. Let's go. Kom, we gaan. Echt prachtig hier, hè? Het lijkt echt wel Toscane, als je het zo ziet. Ja, dit is een mooi heuvelland, wat echt typerend is voor het zuiden van Limburg. In het midden en het noorden van Limburg heb je nog de Maasplassen. Ja. En de prachtige nationale parken. En wat ook echt typerend is voor Zuid-Limburg, is dat er heel veel lus in de grond zit. En dat is ook natuurlijk ook de reden dat er veel wijngaarden zijn. Wat zorgt voor hele goede kwaliteit, volle, krachtige wijnen. Nou, welkom in de wijngaard De Frontberg genaamd. Wat hier vooral bijzonder is, is de kalksteenbodem. Gelijk eigenlijk in Frankrijk en Reims, daar kom je dezelfde bodem tegen, dat hier de druivenstokken heel hard moeten werken. En als druivenstokken hard moeten werken, dan geven ze ook een betere kwaliteit druiven. En welke druivenrassen zien we hier eigenlijk? Nou, dat zijn verschillende. Zo hebben we hier de Dornvelder hangen, daar maken we rode wijnen van. Maar daarnaast hebben we ook hele klassieke rassen, zoals de Riesling. Daarnaast ook mousserende wijnen. Mag misschien niet gezegd worden champagne, maar noemen we het dan maar even mousserende wijnen. Ze zijn in Rusland, daar mag het wel. Ja, daar mag het dan blijkbaar wel. Misschien duurt het nog even, mag het in Nederland ook. Ja. Ik denk dat het tijd wordt om te proeven. Ja, denk het ook. Heel goed idee. Gezondheid. Gezondheid. Cheers. Cheers. Gezondheid. Hier was je meteen gelukkig van, toch jongens? Absoluut. Kom bij, kom bij. Ja, toch wil ik je nog wat laten zien. Het begrip van Zuid-Limburg met guldenlam. Maar die specifieke superlekkere smaak van het lam, waar komt dat van? Ja, de lammetjes gaan met de moeder mee, dus trekken met de kudde rond. En dan hebben ze meer spieropbouw. Ja, dat is eigenlijk één. En dan heb je nog dat ze alle bloemrijke stukken afgrazen. Dan verzamelen ze de zaden in hun wol en dat verspreiden ze over meerdere gebieden. En dat zorgt voor meer biodiversiteit. En dan krijgen ze meer kruiden binnen en dat proef je terug in de smaak. Ja, ja. 100% natuur hier, allemaal biologisch. Ja. Mooi. Dus, wat gaan we maken? We gaan lamsrek maken. Daarbij doen we portobello. Ja. En saus van zwarte peper. Wat typeert uw keuken? Wat ik het allerbelangrijkste vind, is continuïteit. Elke dag hetzelfde presteren of beter. Het is eigenlijk een Aziatische keuken. Ja. Dat in combinatie met de Franse klassieke keuken. En daar proberen we lokale producten ook in mee te verwerken. Klein beetje knoflook, tijm en szechuanpeper. Echt super lekker. Echt jongens, we zijn een goed team, hè? Echt hè, goed bezig. Weer een punt bij de Gomio. Ja. Ah, dat ziet er top uit. Geniet ervan, heren. Dankjewel. Zeg, het was een leuke dag. Sauté, hè? Super, man. Top cuisson, super saus. Die wijn erbij. Mm-hmm. Picobello. Ah, dit is puur genieten, man. Ja. Zeg, super, merci. Wat een topdag, hè? Tot bij jou, de volgende keer.